Vandaag in Keeping Up with Henk en Annie. Dames en heren, hier is mijn eigen camper. Dit moet van gasoline voorzien worden. Oh. Wat is er? Zitten wij ver uit elkaar? Ik kom eigenlijk wel even wat dichterbij. Nee, dat hoeft niet. Het is een camping. Henk, wat is dat? Leg nou je boeken eens weg, doe gewoon wat ik zeg. Dit zijn Henk en Annie onderweg. De tv gaat uit als het beste besluit. Dit zijn Henk en Annie erop uit. Zie jij wat ik zie? Nou, ik denk toch van niet. Keeping up with Henk en Annie. Of verhomme! Het is een leuke dag voor Henk en Annie. Want vandaag gaan ze lekker op vakantie. En dat is natuurlijk een feest voor Henk. Vakantie. Ik moet er eigenlijk niks van hebben. 24... Vivi! Hou eens je mond, ik ben aan het praten tegen de cameracrew. Slaapzak is altijd handig. Nou goed, wat ik wilde zeggen is... Vivi, stil! Oh, die hond. Hier, attack! Pak dat ding maar. Mijn kloos, waar zijn ze? Waar heb ik die dingen? Ik had ze net nog in mijn handen. 24-7 op de lip van Annie zitten. Ik word al moe als ik er alleen aan denk. Ieder jaar gaat het weer precies hetzelfde. Oh, verdomme, wat is dit nou allemaal? Hé, daar moet die stok helemaal niet. Die hoort in deze tent. Annie, ik ben blij dat ik die stok hier stop en niet ergens anders in. Stom, rotting! Maar dit jaar gaat het anders worden. We gaan namelijk chic kamperen. Want ik heb... Henk! Heb je mijn kloks gezien? Wat zeg je nou? Kloks? Ja, kloks. Wat is dat? Van die crocs, maar dan van de Bristol, je weet wel. Ja, nee, heb je die gezien? En anders koop je toch even slippers in de campingwinkel. Henk, ben je gek? Weet je hoe duur dat alles is in zo'n campingwinkeltje? Dan betaal je zelfs voor één petit pain 1,20 €. Ja, doei. Is dat duur dan? Ja, natuurlijk is dat duur. Ik heb er vandaag 8 gekocht voor 1,20 €. Nou, hartstikke prima, want dan kunnen we 4 dagen mee doen. Ja, meteen er 2 dagen ook niemand te vreten. Nou, even kijken waar de rest dan is. Nou, ik ben benieuwd hoe je gaat reageren op de grote verrassing. Annie is namelijk dol op grote dingen. Macaroni. Gisteren nog gemaakt. Zal ik die mee? Ja, dat is zonde, hè? Annie! Ik ga even naar voren, ik zie je zo! Ja, ik kom maar meenemen of... Weet je wat? Ik vries het in. Kijk dan toch. Wat een prachtig exemplaar. Dit is toch mooi. Dames en heren, hier is mijn eigen camper. Oh, wat een ding. Spiksplinternieuw. Met een goede motor erin. Goede wielen, kijk maar. Zijn gewoon helemaal goed van profiel. Ja, ik heb er verstand van. Maar ik heb ook jarenlang in grote auto's gereden. Vrachtwagens voornamelijk trouwens. Annie! Ja? Annie, kom eens naar buiten! Ja, ik kom. Ik zal iets hebben, ik ga even kijken. Ja? Ja? Kom nou! Ja! Waar ben je? Ik sta hier, aan deze kant van die witte auto. Kom aan. Ja, wat is dit? Kijk eens, dit is nou een camper. Ja, dat zie ik ook wel. Ik ben niet achterlijk, Henk. Oh nee, ben je niet achterlijk? Nee, Henk, ik ben niet achterlijk. Nou, die kloks heb je gevonden, zo te zien. Ja, maar waarom staat deze camper voor de deur? Nou, hier gaan wij mee kamperen. Wij? Ja, gezellig met z'n tweetjes. En Vivi dan? Drietjes dan. Hoe kom je aan die camper? Heb je veel geld verdiend met die krasloters eindelijk? Of, Nee, Annie. Ja? Ik heb deze te leen gekregen van Johan. Oh, Johan. Mhm. Johan, van Marian. Nee, Johan, mijn collega van het werk. Johan. Maar moeten we dat wel doen? Want dat is duur en zo. Hè? Dadelijk maken we wat kapot. Dat wil ik niet hebben. Ach, Annie, je weet toch wat voor een topchauffeur ik ben. Wat kan er nou misgaan? Nou, dat weten we. Ja, dat heb ik een keer meegemaakt toen die ene keer... Ach, nee, Annie, dat kwam door die andere. Nou, Annie, als jij de spullen er even ingooit, dan ga ik vast zitten. Ik moet even alles klaarzetten bij het sturen en zo. Oh ja. Nou, ik ga de spullen maar even pakken. Dan gaan we met een groot ding hoor, zo groot. Ik hou wel van grote dingen, dus dat heeft Henk al wel weer goed gehad. Ja. Ondanks dat Annie een beetje bang is voor eventuele schade aan de camper, gaat het tweetal toch op pad naar camping De Kruikenkop.
waar Henk echt even tot rust kan komen. Oh! Oh, Henk. Ze hebben wel een mooi spul allemaal, hoor. Hoe werkt dit? Hapsakeetje. Tel eens even mee. Ja, ik... Tel eens even mee. Wat wil je hem hebben? Hier, bij de stoeltjes. Oké. Okay. Nou, wil je wat te drinken? De luifel nog, Annie. Oh. Maar dat is goed voor de armspieren, hè? Oh, wat kapot. Oh, moeten die pootjes moeten er even uit klikken. Die klik je dan. Oh, wat zei je al nou? Ah, zo, ja. Dan klik je die poten eruit. Oh, dat doe ik allemaal. Ah, zo. Oh. Waarom daar? Dat moet. Nu gaan we door. Hij gaat helemaal omlaag. Dat is de bedoeling. Hé, hoe werkt dit? Hij had die al lang omhoog moeten zetten. Nee, deze moet niet zo. Hé, hij klikt niet vast. Nee, je moet hem omhoog zetten. Schat, een stuk hoger. Dit gaat hartstikke scheef. Of verrollen. Zoiets. Dit gaat niet goed hoor. Zo. Nou. Dat staat. Dat staat, ja. Dit is pas vakantie. Henk! Laat maar. Henk! Schreeuw eens niet zo, ik kom hier voor mijn rust, ja? Normaal moet ik jou te roepen, alsjeblieft. Graag balletjes. Oh, ik wil ook... Annie, was het u? Oh ja, dacht al, ik ben iets vergeten. En wacht even, daar moet ik ook nog een lepel voor pakken. Oh, ik sterf je van de honger. Sjoe. De buikje moet gevuld worden. Dit moet van gasoline voorzien worden. Nou, oh. Oh. Wat is er? Nou, ik struikelde bijna die shoe over de camper. Nou, dat had ik niet gewild, hè, van die vettigheid. Goh, nee. Johanse camper. Ja, dat moeten we niet hebben. Alsjeblieft, Henk. Heerlijk. Ja. Nou, dan gaat er wel in, hoor, dit. Wat? Worteltjes. Groenten erbij en natuurlijk piepers. Zit er nog wat voor mij in? Ja, er zit er nog eentje in. Sorry. Eentje. Maar zou je mij niet nog eentje bijgeven? Wat? Ja. Natuurlijk, hier. Nee, Henk. Kijk eens alsjeblieft. Nou ja. Kijk eens, lekker man. Wil je mij gakbal aangeven? Ik kom er net niet bij. Wilde jij een halve? Nou, nee. Ik lust eigenlijk wel een hele. Oh. Als ik hem niet op kan, dan krijg je... Oh, Henk. Sorry. Nou. Dit is niet de... Nou, de shoes sla ik ook over, want ook daar is een beetje... Dat eet Marianne ook niet meer. Wat voor honger? Oh, dat is een bal van het buurjongetje daar. Die is aan het spelen. Hallo. Hoi. Geef even terug. Nee. Mag ik mijn bal terug? Ik ben aan het eten. Oh, zijn zusje komt hem al ophalen. Hallo. Hoi. Leuk hè, deze camping? Nou, nee. Johan heeft eigenlijk alles in die camper. Er zit zelfs een douche in, heb je dat gezien? We hebben ook een bed, alleen het is wel jammer, want er zit al net een ruimte tussen. Dus we kunnen niet tegen elkaar aanleggen. Oh, dat is jammer zeg. Zitten wij ver uit elkaar? 1,5 meter, hè? Maar je hoeft met ons niet. Ik kom eigenlijk wel even wat dichterbij. Nee, dat hoeft niet. Okay. Na een aantal gezellige dagjes op camping De Kruikenkop moeten Henk en Annie alweer naar huis. Maar dat kan niet voordat ze weer alles hebben ingepakt en de camper weer veilig hebben afgezet bij Johan. Is het zwaar aan je armen? Ik heb harde werk geleverd in het verleden. Wat dan? Even kijken, hebben we dan alles hier? Oh, dat voor de deur, Annie. Oh, Henk. Oh. Was het toch iets zwaarder dan je dacht? Nee, dat is het niet. Let wel een beetje op je rug, hè? Ik wil eigenlijk eerst de tafel. Dat moet ik als eerste hebben. Nou, oké. Okay. Zo. Au. Oh, mijn rug. Ja, ik zei al, let op je rug. Hoe vonden jullie het eigenlijk zo met z'n allen op vakantie? Yo. Annie, doe maar alsof we iets zijn. Oh ja. Zo. Yep. Heb je hem? Yo. Deze moet natuurlijk niet uit. Oh. Ja. Ik moet nog even naar de wc. Ik ben zo terug. Ik ga even naar het wc-gebouw. Oh. Oh.
Zo, eerst die vergrendelingssleutel. Nou, ik ben even naar het toilet geweest. Kijk wat ik mee heb genomen, hè? Hè? Nou, toiletpapier. Toiletpapier? Ja. Hoe kom je daar nou weer aan? Nou, dat stond daar. Dus ik dacht, nou, dat heeft vast niemand nodig. Dus dat neem ik gewoon mee. Dan hebben wij toiletpapier voor thuis. Scheelt toch weer de centjes. Heb je gewoon gestolen of wat? Nou, gestolen. Er stond niet iets op van je mag het niet meenemen. Nou, doei. Kom zitten, Annie. Dan gaan we er van tussen. Oh, ik vind het wel jammer, hoor. Het was zo gezellig. Ja. Even wel voorzichtig doen, hè. Annie. Ja? Ik heb 3 jaar lang in de heftruck gereden. Ik kan wel rijden, hoor. Oh, ja. Je weet met wat voor een topchauffeur je... Oh. Nou, Henk. Wat piepte? Ja. Zo, de handrem. Oh, dat is wel handig om die er af te zetten, ja. Hupsakee. Zo. Oh, voorzichtig, Henk. Niet zo hard, Henk. Zo. Dit is een camping. Even... Henk, pas op! Oh! Henk, wat is dat? Wat doe je nou? Annie, stel je niet zo aan. Dat zijn gewoon Wiel en Frits die even hun glas in de glasbak gooien. Oh. Nou, gelukkig. Er is helemaal maar. Niks aan de hand. Jeetje zeg, ik kreeg meteen een hartverzakking. Moet je voorstellen dat we bij Johan aankwamen, hè, met een deuk erin. Ja, ja. Oké. Okay. Het was wel genieten, hè. Het was ook gezellig. Kijk wat een leuke mensen. Even zwaaien, even toeteren aan iedereen. Hai, doei. Doei. Nou. Hupsakee. Zo, een beetje voorzichtig. Oh, dat is een drempel, hè? Ach, lekker doorrijden. Oh jee. En nou, kijk, je moet helemaal achteruit. Ja, wat dat gaat niet dit hier. Dit nou weer, zeg. Dit is veel te krap. En nu, Henk? Ja, nu moet ik ook achter. Oh, waarom doet hij het nou niet? Die handrem. Je gaat helemaal de verkeerde kant op. Hij gaat niet in. Oh. Oh, krijg het helemaal warm. Die mensen denken ook. Zo. Bedankt voor het geduld. Nou, dat was even wat. Zo. Wat een gedoe allemaal. Nou, wel opletten. Pas op voor die fietser. Die zit aan de andere kant van de weg, Annie. Er zitten bomen tussen. Ja, maar je weet niet al wat hij doet. Al wilde ik hem raken, dan ging dat nog niet. Oh, pas op. Beetje rustiger. Volgens mij rij je te hard. Hoe hard rij je? Precies goed. Henk! Waarom toeteren die zo? Is er een ongeluk Annie, ergens of wat? Annie, stel je niet zo aan. Dat is Henk? Kees. Die ken ik gewoon. Oh. Maak je nou eens niet zo zorgen. Oh, ik weet wel wat ik doe. Ja, maar ik dacht die toetert omdat er gevaar is of zo. En ach, die wil ons... Komt allemaal goed. We zijn bijna bij Johan. Ik heb een opvlieger weer. We zijn bijna bij Johan. Oh, ik heb het zo warm. Ik zie het huis van Johan al liggen in de verte. Woont hij daar? Ja. Oh nee, dan woont hij in de buurt van Corrie. Ja, dat is allemaal best. Oh, nou Henk, let nou toch op die drempels. Annie, hou eens op. Zelfs die cameraman begint helemaal te schudden. Dat doet hij altijd. Al die mensen lopen hier op de weg. Er is een stoep hier aan de linkerkant. Is het niet normaal? Zie je nou wel, Annie? Ik zei het je al de hele tijd. We zijn aangekomen bij Johan en er is helemaal niks aan de hand. Oh! Henk! Henk, wat was dat? Niks hoor. Henk, nee, wat was dat? Niks, er was helemaal niks aan de hand. Even kijken hoor. En Henk, en? Oh. En wat zie je? Annie, dit is niet goed. Oh. Is niks aan de hand, Annie? Annie! Shit, dat is Johan. Dat is Johan. Oké, okay. Nou, niet doen alsof er niks aan de hand. Ja. Hoe was het, Kelsey? Hi, Johan! Hoi! Hallo! Was het leuk? Is alles goed gegaan? Johan. Ja. De sleutels zitten er nog in. Wij moeten snel weg. Oh, nou, doei, Johan! Henk, wacht op mij! Henk, wacht op mij! Snel, Annie, snel! Henk, wacht nou! Snel wegwezen! Mijn haar gaat er door weg! Kom weer naar de kapper, Henk, wacht nou! En Fifi zit nog in de camper! En zo komt de gezellige vakantie van Henk en Annie met flink wat pech ten einde. Misschien is het toch beter als Henk en Annie volgend jaar weer met hun eigen tent op vakantie gaan. De volgende keer in Keeping Up with Henk en Annie. Ik heb 3 kaartjes voor de toppers. Hé Henk, dat wordt leuk hè? Dan gaan we met z'n 3 naar de toppers. Denken jullie echt dat ik zo gek ben in de koppie? Dat ik naar een circus als de toppers ga? We gaan wel opvallen zo hoor. Zo, de toppers, wij zijn er. Zo zit dit. Daar komen we.